MTV is vanavond bij de vereniging Oud-Indiëgangers die vandaag of dit jaar 60 jaar bestaan. En we hebben een gesprek met Bart van der Wouw, voorzitter van de vereniging. Bart, de vereniging Oud-Indiëgangers, vertel er eens wat van. Wij zijn na 3 jaar allemaal teruggekomen, allerlei verhalen die me nergens kwijt konden. Op een gegeven moment kwam het op het idee, Jan Zwinkels en ik, om een vereniging op te richten. En mijn eerste vergadering houden bij het café Het Centrum. Daar zat toen Bart Vergorkum erin. We kwamen er 23 opdagen en meteen een vereniging opgericht. En die is tot van nou tot altijd heel goed blijven draaien. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat jullie nu een laatste ledenvergadering hebben en dat jullie elkaar nooit meer zullen zien. Dat kan ik me na 60 jaar niet voorstellen. De bedoeling. We hadden de 4 mei herdenking, waren altijd present. Met de herdenking hier, mijn gasten waren er altijd bij. We hebben de eerste tijd altijd zelf een doodherdenking gehouden. Tot op een gegeven moment ophield om de 5 jaar, toen zijn wij ermee opgehouden. Maar die werd helemaal georganiseerd door VWG. Ik heb hier voor me Bart Meeuwis. Bart, jullie bent in de tijd naar Indonesië gegaan. Je kwam van een heel klein dorpje, zeg maar, Boergestel. Die overgang moet wel heel erg groot geweest zijn, hè? Ja, die was heel groot, ja. Dat was een grote overgang, ja. En daar hadden ook allemaal niet verwacht wat je tegen zou komen. Punt 1, ik had de zee nog nooit gezien. Je kwam daar in Indonesië aan. Wat viel daar het meeste op? De armoede van die mensen. Zijn jullie in gevecht gekomen ook ooit in de keer of niet? Of heb jij in dienst gehad waar je het zelf niet hoefde te vechten? Persoonlijk niet. Ik heb dus meer mensen die ze dus gepakt hadden, die iets gedaan hadden, die moest ik dan bewaken. Bent u ook daadwerkelijk betrokken geweest bij gevechten? Nou, niet bij echte gevechten, want wij waren dus hospikken, zoals ze die noemen, van de geneeskundige troepen. Wij werden dus wel met de patrouilles mee gestuurd. Maar aan de gevechten deelnemen, dat mocht het dus eigenlijk niet. Maar het was in Indië een toestand. Wij beheerden bijvoorbeeld in Jember in Oost-Java een hospitaaltje. En regelmatig kwamen er aanvallen op de hospitaal. Op de hospitaal dat wij dus daar runden. Als we terugdenken aan Indië, denkt u daar met weemoed aan terug of niet? Nou, ik heb het altijd wel een mooi land gevonden. Maar hoe dat we daar behandeld zijn, is met 5 man op een buitenpost. En eigenlijk had een dokter moesten 400 kilometer rijden voordat ik met een dokter kwam. En dat gaat vandaag eindigen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, aan alles komt een einde. Hè. Het kan eigenlijk niet meer. Dan gaan jullie dadelijk een nieuwe bank onthullen. Dat is wel fijn dat er natuurlijk iets blijvends in Boergestel van jullie geschiedenis zichtbaar blijft. Hier op de plek die 18 jaar geleden gekozen is door de leden van de Vereniging van Oud-Indiëgangers, het 60 jaar bestaan van VOIG, zat er aan te komen en een mooier moment om alles weer in ere te herstellen en ervoor te zorgen dat in ieder geval de komende 50 jaar hier een plek is waar de leden van de VOIG in ieder geval herinnerd blijven. Ik wil nu graag het woord geven aan onze burgemeester Hans Jansen voor de onthulling van het zuiltje en de onthulling van de bank. Dames en heren, jongens en meisjes en in het bijzonder natuurlijk leden van de VOIG. Fijn dat we hier op deze zaterdagmiddag, die toch gelukkig droog is, dat we hier bij elkaar zijn om een bijzonder moment mee te maken. Ik vind het ook fijn om hier te staan namens de gemeenschap van de kern in onze gemeente en in het bijzonder natuurlijk Boergestel, omdat met deze zuil die ik zo direct ga onthullen en ook met de bank, omdat er natuurlijk ook een verbinding wordt gemaakt met iedereen die hier in onze mooie parel in het groen rondrijdt, rondwandelt, rondfietst en hier een plek vindt. Dat misschien voor de voorbijganger gewoon maar een bank lijkt, maar hier straks naderend en kijkend wat er geschreven staat, ook een stukje verbinding kan maken met die geschiedenis die u allemaal van zo nabij heeft meegemaakt. Dan gaan we even lezen wat hier staat op de zuil. Voor het herstellen van orde, vrede en rust verbleven in de jaren 1906
46, 51, ruim 35 jongens uit Moegestel. Dienstplichtig en vrijwilligers in het voormalig Nederlands Indië. Nou, ter herinnering hieraan is door de vereniging Oud-Indiëgangers, VOIG, deze bank geplaatst en door, dat is toen gebeurd, door wethouder Gerlach van Moegestel officieel in gebruik gesteld op 8 mei 1992. En nou jij weer? Op 16 oktober 2010 is ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan van VOG deze bank geheel vernieuwd en officieel in gebruik genomen door Hans Jansen, burgemeester van Oostenrijk. En op 21 oktober 2010 is de vereniging opgeheven en deze vereniging telt dan nog 11 leden. Ter afsluiting van deze bijeenkomst ook de overleden leden hier op dit moment herinneren. En die wil ik dan ook allemaal even opnoemen. Jan van der Wouw, Rini Quinte, Frans van den Biggelaar, Rinus van Kerkoerle, Jo van der Wouw, Jo van Aarle, Harry van Stiphout, Bart Trompenaars, André Papen, Piet van Berkel, Herman van der A, Rien op het Hoog, Frans van Elderen, Jan Zwinkels, Jan van Pelt, Jan van Kerkoerle, Jan van der Loo, Piet Sebrechts, André Habrake, Jan Smits, Jan Lichtvoet, Theo Mulders, Jan Habrake, Kees Spanings en Kees van Haren. Ik wil nu graag de voorzitter van de VOG uitnodigen om een bloemstuk te leggen en hen daarin te gedenken. In de voorbije jaren is al vaker gezegd dat er
te weinig aandacht is gegeven aan wat in het huidige Indonesië heeft plaatsgevonden ten tijde van de roep om onafhankelijkheid. U moest als militair een moeilijke missie vervullen. U was toen nog jong, amper 18, 19, 20 jaar jong. En u werd met duizenden andere jongens, militairen, verscheept naar de oost, zoals ze toen zeiden. Het was spannend. Wat zou de tijd daar brengen? Hoe zou je het land daar aantreffen? Wat was precies de taak waarvoor je kwam te staan? We kennen het verloop. Voor velen werden het zeer ingrijpende jaren, waarin momenten waren waar je liever niet meer aan wordt herinnerd, of waarop je maar spaarzaam en moeizaam met je meest geliefde nog communiceert. Beste leden en vrienden van de Vereniging van Oud-Indiëgangers, beste Popianen van Orkestel, het is goed om hier vanavond bij elkaar te zijn. In deze kerk klinken wekelijks de woorden waar het in het leven echt om gaat. Woorden van trouw en vriendschap, woorden van liefde en zorgzaamheid en woorden van verantwoordelijkheid en solidariteit. En het is goed dat we met die woorden stilstaan bij het afscheid van de Vereniging van Oud-Indiëgangers. Dat we stilstaan bij het slot van 60 jaar verbondenheid. Het is ook goed dat ik namens ons gemeentebestuur en namens onze gemeenschap hier vanavond bij mag zijn. Ook dat onderstreept de verbondenheid van velen met de tientallen dorpsgenoten die kort na de Tweede Wereldoorlog werden ingeschreven om op weg te gaan naar Nederlands-Indië. Als ik een bezoek breng aan een jubilerend bruidspaar, dan gaat het vaak over de jaren van oorlog, van verzet en wederopbouw. En regelmatig herken ik in de verhalen van mensen de woorden van Wieteke van Dort. Mijn man is Indië-veteraan. Als er tranen in zijn ogen staan, probeert hij daarmee iets te zeggen wat hij nog niet uit kan leggen. Vaak ook in die gesprekken herken ik de woorden van Sim Overkleef in zijn gedicht. We kwamen na jaren uit Indië weer om, zonder vliegend vaandel en slaande trom. Want we hadden vrienden achtergelaten, maar wilden en konden er niet over praten. We hebben ze naar hun laatste rustplaats gebracht, op het ereveld in de gordel van Smaragd. Dit was iets om nooit te vergeten. Innerlijk hebben we ons verbeterd, maar we moesten blijdschap tonen aan broers, zusters en ouders als hun zonen. Namens velen zeg ik u, leden van de Vereniging van Oud-Indiëgangers, heel veel dank voor uw inzet en voor uw verbondenheid. En aan de Waterhoefweg zullen wij ons die verbondenheid nog vaak mogen herinneren. Dank u wel.